Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. En dit is de eerste vrijdag in een hele tijd dat ik weer vrij ben. Want ik heb mijn vrije dag, mijn mamadag, weer omgeruild. Want ik was altijd op vrijdag vrij. Maar Sven kreeg een nieuwe baan en die kon toen niet op woensdag, maar die kon alleen maar op vrijdag vrij zijn. Dus toen heb ik geruild. En nu heeft Sven weer een nieuwe baan. Het is heel grappig, want hij heeft 100.000 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Maar heeft nu al, een nieuwe baan. Maar dit gaat echt, hebben we het over een hele lange periode. Toen was mijn batterij leeg. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat Sven nu helemaal geen pappendag heeft. Dus dat ik dacht, ja, dan heb ik het nog op mijn, zeg maar, op de woensdag gehouden. Ook om andere redenen hoor. Want ik dacht, weet je, anders ben je zo lang echt zonder je kindje, zeg maar. Want ja, nu zie ik hem dan nog in het midden van de week. Maar, nou, voor alles tezamen, let niet op de rotzooi. En dat het dus voor Sven eigenlijk niet uitmaakte nu. En dat ik nog steeds op donderdag het gevoel heb, oké, het is weekend en dat is dus altijd niet het geval. En dat mijn beste vriendinnetjes op vrijdag vrij zijn. En waarvan één ook een mamadag heeft op vrijdag. Dus alles tezamen genomen heb ik besloten om weer gewoon lekker op vrijdag vrij te zijn. En met mijn werk kan het ook gewoon. Dus dat is fijn. Hi sweet princess. Hè? Dus ja, dit is mijn eerste vriendin weer. En ik heb meteen met dat vriendinnetje ook afgesproken. Dus die komt straks even langs. Zij is hoogzwanger. Ze is nu met verlof. Dus super leuk dat zij krijgt ook een zoontje. Dus dat is wel heel leuk. Dan kunnen ze samen gaan spelen later. Dus dat is heel fijn. En verder heb ik niet zoveel plannen. Zo meteen eventjes richting Kruidvat. En ik wil even naar de... zit hier ook... Oeh. Ik kan al pluizen van je af, mittens. Oh nee. En eventjes, nou, ik moet even langs de Albert Heijn en dat soort dingen. Dus dat ga ik allemaal doen zo. Met de kleine spruit. En dan komt zij daarna. En verder hebben we morgen een feestje in Zwolle. Dus dan slapen we daar ook. En zondag hebben we niks. Ik zit nou helemaal onder je haren, mittens. Ik heb wel make-up op, maar geen mascara. Ik ga zo even bij de Kruidvat. Het Kruidvat. Mascara kopen, gewoon een goedkope van Essence, want ik heb weer een ontstoken oog. Ja, ik heb gewoon, het is een beetje te druk, mijn weerstand is gewoon nul. En daarbij komt dat sinds de vakantie Niels eigenlijk heel slecht sliep. Het is nu de afgelopen twee nachten gaat gelukkig goed. Maar dat houdt in dat we gewoon echt meer dan een week gewoon niet goed hebben geslapen. Dus dat helpt dan ook niet echt mee, zeker nog met stress en zo erbij. Dus ik heb ontstoken oog, dus ik dacht ik doe even goedkope mascara. Ik heb op zich op zit aan de onderkant, maar ja, dat is natuurlijk heel besmettelijk. Dus ik wil even een goedkoop mascara die ik dan daarna ook gewoon weer weg kan doen. En ja, Niels zit even een eindje te kijken. Want ik dacht, ga ik even dit allemaal vertellen. En even een klein beetje schoonmaken. En dan gaan we zo lekker naar buiten. En ja, ik neem jullie weer mee vandaag. Het is een beetje belabberd weer, dat wel. En bittens. Volgende week wordt super lekker. En uitgerekend op woensdag, dat ik dus niet meer vrij ben, wordt 29 graden. Lekker hè, mittens. Nou, ik ga even opruimen. We zijn inmiddels alweer een paar uur ver. Het is 1:15. Een vriendinnetje was hier net, dus daarom heb ik niet gefilmd. Want dat vind ik altijd wel een beetje gek. En het was heel gezellig. En het regent echt mega, mega hard. Ik ben net nog even met, toen een paar zonnestralen waren, ben ik met Niels even snel nog naar buiten geweest. Hij was eigenlijk super moe. Dat komt omdat hij natuurlijk de hele week slecht geslapen heeft. Dus nu had hij ineens bedacht dat hij wilde gaan staan. Maar ik dacht, ja, wel een beetje in het ritme blijven. Dus hij is nu wel naar bed. Maar heeft hij eigenlijk nu dus niet genoeg gegeten. Omdat hij te moe was. Wow. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar het regent echt heel, 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 heel hard. Ik heb nog steeds geen mascara op. Ik heb inmiddels wel bloemetjes gekocht. Roosjes. Dus die ga ik zo even in een vaasje zetten. En ja, verder heb ik niet zoveel spannends gekocht. Sauté-prikkers. Stickers voor Niels, want Niels vindt stickeren leuk. Ik heb net al een kunstwerk gemaakt met stickers. Ik heb even een nieuw... Zal ik even laten zien? Woep. Het is echt ontploft hier. Ik heb even een nieuw pakje gekocht voor de crash, zeg maar. Dan als hij afdrukt, is dat natuurlijk wel eens een ongelukje. En dan is het handig om iets
extra's te hebben liggen. En hij heeft nu echt nog iets heel winters liggen. En ook, dat was iets wat we nog ooit gekregen hadden en wat we niet zo mooi vonden. Maar nu dacht ik, ja, het is tijd voor iets zomerachtigs. Maar ik vind natuurlijk alle kleren die hij hier heeft, vind ik eigenlijk heel leuk. Dat vind ik dan een beetje zonde om dat dan alleen maar daar als reserve te hebben. Dus ik heb nu dit pakje gekocht bij de Vibra. Dit is een setje. Dit is een shirtje met twee cactussen erop. En ik weet niet wat erop staat. Always choose adventure. En dit was 6 euro. Dat was nu 4 euro. En dan wordt dit korte broekje bij. Ik dacht, nou prima. Ik moet even een oud rompertje pakken. En dan kan dit als nieuw. En dan kan dit als nieuw setje mee. Luiers gekocht. Inpakpapier. Dat soort ongein. Ik heb net al even wat gegeten. En nu ga ik even video bewerken. En dan moet ik maar even kijken wat ik ga doen. Even opruimen ook. Zo. Ik wilde eigenlijk echt roze, maar die hadden ze niet meer. Dus ik heb nou een beetje van die witte roze gedaan. Maar dat is ook prima. Alleen ze moeten echt nog wel even flink uitkomen. En dan heb ik ook nog één grote vaas. Dus nu ga ik ze weer neerzetten op een plekje. Dus even de luiers opruimen. Zo. Wat is er? Ik weet niet wat je zegt, lieverd. Lag er iets in de weg? Zoek je het muisje? Muis. Muis. Waar is muis? Nee. Muis. Muisje. Muisje, kom maar. Hoor je dat? Hij zegt muisje, kom maar. Waar is muisje verstopt? Ja, ja. Helemaal daar. In het hok van Middens. Helemaal daar? Nee. Ik heb het hele huis gedweld, gezogen en gedweld. En ook de gordijnen. Ondertussen was oma er, dus vandaar dat dat kon. En nu... En toen belde de postbode aan en die kwam een pakketje brengen. En dat zijn nieuwe schoentjes voor Niels. Ik heb later ook nieuwe schoenen gekocht, maar nu startte de sale van Bobux. En Bobux vind ik gewoon hele fijne schoenen voor hem. En die sale is altijd maar heel kort en nou, dan moet je snel toestaan. Dus dat heb ik meteen gedaan. En toen dacht ik, dan koop ik, hij heeft nu maat 22, maar die begint echt al krap te worden. Dus alleen de 23 vielen echt nog wel uit. Dus vandaar dat we konden nog niet vorige keer nog niet met 23 af. Maar ik heb dus nu wel een maat 23 gekocht en een maat 24. We hebben al een paar maat 24. Maar ik dacht zo, ja, weet je, hij heeft toch twee paar nodig. Dus ik ben er maar gewoon meteen voor gegaan. En ik heb deze gekocht. Deze beetje canvas sneakertjes. Met een klitterbandje. En het zijn ook, die veters zijn ook gewoon elastisch. Dus die hoef je niet te strikken of zo. Dat zit gewoon met het klitterbandje en dan is het top. En hij vond ze al heel mooi, dus dat is fijn. En dan wel gewoon ook een beetje een zo'n neus, waardoor ze wel iets langer... Dat canvas gaat natuurlijk wat sneller stuk, waardoor ze wel iets langer goed blijven. En natuurlijk, ik kan het met één hand lastig laten zien, maar dat... zo kan ik het laten zien, denk ik. En zo'n flexibele zool. En dan in maat 24 heb ik deze. Ook gewoon... nou ja, deze zijn dan ook weer blauw. Ja, weet je, blauw past gewoon. Hij heeft vaak grijs aan, daar past het bij. En nou, hij heeft toch nog één ander paar. Het is een wat hoger modelletje, die zijn ook heel leuk. En ik had zoiets, ja, weet je, dit is dan wel een zomercollectie. Maar ja, die canvas is dan ook echt nog wel voor de zomer. Want die gaat hij gewoon de komende tijd aantrekken. En deze, ja, weet je, ik heb zoiets, dit kan ook prima in de winter. Ik bedoel, hij heeft gewoon profiel. En Niels is mega warmbloedig, dus... Die heeft altijd hete voeten. Dus ik denk, ja, het moet ook niet allemaal te warm zijn als het echt sneeuwt. Dus zo, dan moet je natuurlijk iets anders doen. Maar... Nou, dus dat. Dus ik ben er heel blij mee. Mama is nu even met Niels naar buiten. Ik heb echt zo'n ongelooflijk drukke weken achter de rug. En nou, ik voel gewoon dat ik echt even rust moet pakken. Dus dat ga ik nu lekker doen. Ik weet niet wat ik ga doen, of ik een boekje ga lezen of filmpjes ga kijken of ik weet het niet. Maar in ieder geval ga ik even lekker helemaal niks. Even genieten van een momentje voor mezelf. Dus dat ga ik doen.
Niels heeft niet heel lang geslapen. Hij was wel heel moe, maar zo moe dat hij dus niet genoeg gegeten heeft. Dus hij werd op een gegeven moment wakker van de honger. Ook weer niet heel slecht trouwens. Hij heeft een uur en drie kwartier geslapen, dus het valt heel erg mee hoor. Maar ik denk dat hij anders had hij wel iets langer geslapen als hij geen honger had gehad. Maar ja, so be it. Ja, ik ga even lekker een bakje thee zetten en dan even lekker niksen. Ik ben aan het koken. En ondertussen eet Niels al wat. Zo, daar heb ik ook nog een. Lekker, nu wachten tot Sven er is. Die zou er al moeten zijn. Sven is in slaap gevallen, maar laten we eerlijk zijn. Wie vindt dit niet slaapverwekkend? Real away. Ik zag wel dat je keek, Sven, hij was toch wakker. Ik heb net het filmpje bewerkt en nu is het tijd om lekker op de bank te ploffen. Niels ligt te slapen, hij was heel moe. En nu met een wijntje en bijna wakkere Sven een filmpje kijken of een serie. Ik zal even kijken. Wij liggen lekker in bed een filmpje te kijken, dus ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen, het is zaterdag en ik sta klaar om naar de Zumba te gaan. Ik heb wat fleuren aan en ballonnen bij me, want de Zumba-lerares is jarig. En dat hadden we afgesproken dat iedereen wat kleurs aan zou doen. En ik zal ballonnen meenemen. Dus ja, het huis is binnen nauwe seconden alweer volledig ontploft. Dat is toch ook een kunst. Ondertussen heb ik een beetje nieuwe spullen ingepakt. Want we gaan dus zo meteen of straks naar Sven's ouders. Dus ja, ik ga nu rollen, want we moesten ook wat eerder zijn. Hectiek, hectiek. Wij zitten in de auto richting Zwolle. Want we hebben straks een feestje. En nou, Niels werd helemaal niet blij wakker. Overal snot. En echt, nou, hij was al een paar dagen echt op zijn vingers aan het knauwen. Sorry voor de servo-achtermuziek. Nijntje. Hij was al een paar dagen, merkten we dat hij heel erg op zijn handen zat te knagen. Maar nu was het wel heel extreem. En ik zie nu ook zo'n rood puntje. Dus ja, daar komen gewoon hoektanden door. Dat kan niet anders. En dan in combinatie met ineens heel verkouden. Zoals mijn vader altijd zegt, het was geen helder snot, maar geel. En dat luidt mijn ontsteking. Ja. Mijn vader is geen dokter. Maar weet er wel alles van. Dat is fijn. Meer dingen zo. En nee, maar goed, het was dus geen helder snot. Dus ja, heel zielig. Hij was echt ontroostbaar het afgelopen uur. Maar goed, we zijn onderweg, dus we hebben maar even een achter de DVD gezet. Een beetje zen. Want je wil nu eigenlijk ook niet dat hij gaat slapen, want hij heeft net geslapen. Dus je wil dat hij vanavond gewoon gaat slapen. Dus nou, bepakt en bezakt zijn we weer onderweg. En ja, ik denk niet dat jullie meenemen naar het feestje, want dat is altijd een beetje ongemakkelijk. Het zijn ook zeg maar vrienden van Sven. En ook best wel een aantal mensen die ik niet ken. Dus ja, dat... maar niet, maar ik neem je natuurlijk verder gewoon gezellig mee. We zitten trouwens eens in de auto op de snelweg. Best wel druk trouwens voor vakantiedag. Maar dan is er dus zo'n vrouw met talent voor autorijden, not. En dan denk je, waarom is ze nou zo aan het slingeren? En dan zie je dus dat ze gewoon sms'jes aan het sturen is. Jongens, doe het niet. Waarschijnlijk ben je een ongelooflijk goed talent op een telefoon, maar in het verkeer... Je brengt niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Ik kan er echt heel boos om worden. Ik vind het echt heel vervelend als mensen dat doen. Want je moet gewoon opletten. Je rijdt met 130 over een snelweg. En ja, doe het gewoon niet. Ik kan me een enorme ding. We hebben ook naar haar getoeterd, maar ze had niks te gaan. Dus dat geeft voldoende aan, denk ik. Dus doe voorzichtig onderweg. Heb jij een mooie parasol? Ja. Wauw. Niels is lekker aan het spelen. Hoe lijkt ons de paarse parasol favoriet? Nog even snel mijn outfit. Super simpel. Gewoon een t-shirt van Hennis. Een broek van de Primark. Schoenen van de Primark. En we gaan. Spel er ook graag op. Mag we ook wel bij, schat. Het lijkt dat ik een gewei heb. Dit is Sven's outfit. Zal ik hem nog even zo?
shirt van? Stradivarius. Alles Stradivarius? Nee, bijna allemaal Stradivarius. Behalve je schoenen? Nee, niet. Nou, dit heeft hij vaker gedaan, dat zie je wel. Nou, wij gaan er maar door. Goedemorgen, het is zondag en wij zijn alweer een tijdje wakker. Ik heb nog wel een soort huispak uit, maar wel gedoucht. Ik heb wel een soort van make-up, maar niet heel veel, want ik heb geen mascara op. Want ik heb nog steeds ontstoken ogen en ik dacht, ik kan niet vandaag even rusten. Ik zal zo even met een bouwwerk laten zien. Ik heb net een beetje zitten duplomen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Volgens mij is het iets van 11 uur, half 12. Dus we gaan straks rijden. Dat is altijd een beetje lastig met zijn slaapje, maar goed, hij zal dan wel gaan slapen. En dan, denk ik dat hij vanmiddag nog een keer moet. Maar goed, een beetje verkouden weer. Altijd fijn. Gisteren was heel gezellig. Maar het was niet heel laat. Dus ik voel me enigszins fit. Ik slaap nooit super goed bij anderen. Dus ik ben nog wel een beetje gaar, maar komt goed. Sven en Niels zijn nu lekker te douchen. En ik zal even mijn bouwwerk laten zien. Een prachtig huis van Hello Kitty en Nijntje. Hier is nog een restje van een ander bouwwerk. Het wordt druk gespeeld. Zo, wij zitten. Oh, dat is een makkelijkje. Wij zitten weer in de auto terug naar huis. En we zijn. Yeah, Team Prison Break. Team Prison Break. Woep woep. Fashion twinning. Het is al de tweede keer dat wij in een vlog fashion twins zijn, hè? Zeg maar. Ook een keer op de kinderboerderij, weet je wel. Ja, het is een kwalijke zaak. We gaan lekker naar huis. We hoeven verder niks meer, toch, vandaag? Nee. Maar we gaan het verder wel even wat benieuwd doen. Zo, moet even kijken hoe het zit met zijn slaapjes nu. Maar het is 11:50, dus we zijn rond 1 uur thuis. Is ziek en wij vonden ze ook niet helemaal topfit. Dus Sven heeft een lekkere shake gemaakt met allemaal vitamintjes. Ook voor Niels, hè? Ja, hij zit helemaal onder de snot en de tranen. En die zit nu wel even wat te eten. Moet even kijken hoe die zo is. En gaan wij ook even lunchen. We wilden eigenlijk nog wat gaan doen, maar even kijken hoe het met Niels gaat. Even kijken hoe het gaat, hè? Hij zit verdrietig. We zitten weer lekker een ijs te eten. Ik heb weer lactosevrij, chocola en framboos. Niels heeft aardbei. Lekker? Ja. Het is inmiddels avond en Niels ligt lekker op bed. Niels voelt zich echt niet blij. Hij heeft koorts en hij is gewoon echt heel verdrietig. En hij was echt doodmoe, maar hij was alweer een paar keer wakker geworden. Dus hij heeft eigenlijk toch een paracetamol erin gedaan en nu ligt hij gewoon lekker te slapen. Ik hoop dat de koorts een beetje zakt. Ik heb wel al mama gebeld of een van mijn ouders morgen kan oppassen. Want ik gok zomaar dat hij niet naar de opvang kan. Maar zij staan in ieder geval stand-by, dus dat is heel fijn. En nu ben ik met een missie bezig. Want dit was een rotzooi. Dit heb ik al opgeruimd en hier ben ik nu mee bezig. Dit zijn een beetje knutselspullen, om het zo te zeggen. En die is nu al even klaar. En dit zijn rijspullen. En daar ben ik nu, hier ligt ook al een deel. Zonnebrand, kaarten, dat soort dingen. En ik heb hier een naaisetje. En ik heb dit ding, zo'n ding waar je van die leuke kaartjes mee kan maken. Dus ik heb nu zo'n, als je het kunt zien, zo. Een naaisetje. Heb ik opgezet, want ja, ik dacht misschien, denk ik, ineens wat is het voor een raar doosje. Dus naaisetje, hier heb ik afval en ik ben lekker bezig. Het is nu iets over 9 en om iets voor 9:30 gaan wij... Ranking the Stars kijken, dus tot die tijd ga ik even lekker opruimen. Ben ik aan toe. Trouwens, een tip voor mensen met wespenangst, dat heb ik namelijk. Wierook, is het niet? Wierook. Dat helpt heel goed. Dus bijvoorbeeld als je 's avonds gaat eten en het is nog niet donker. Wacht liever tot het donker is, maar goed. Als het nog niet donker is en je zit natuurlijk niet in een restaurant of zo. Maar wierook, dat helpt echt heel goed. Dat zet je gewoon aan en dan
zijn de wespen weg en dan kan je in alle ontspannenheid eten. Ik weet je, ik zeg altijd, er is nog meer wier ook, ik zeg altijd, ik heb liever een tarantule op mijn hoofd en een slang om mijn nek dan dat ik met een wesp moet eten. Dus ja, dat is mijn wespenangst. Ik ben een beetje gek. Echt spinnen of zo, nergens last van, maar wespen, oh, ik werk er wel aan, maar het is een beetje een uitdaging. Maar goed, ik ga even verder met opruimen. Nou, het wordt een beetje donker, maar hier, dit is nu wel allemaal opgeruimd. Ik weet niet of je het kunt zien, alleen het is gewoon nog te veel. Alleen het zijn allemaal dingen die ik gewoon op reis altijd gebruik, maar niet de rest van het jaar natuurlijk niet. Maar ik zit te denken, misschien dat ik een extra plank hier tussen wil doen. Want dan hoef ik niet zo raar te stapelen. Maar ik moet even kijken, want volgens mij zijn dit gewoon IKEA plankjes. Die kan je gewoon bestellen, maar nou, moet ik even over nadenken. Maar dit dus. En dan is dat het ook meteen voor vandaag. Oh, deurtje dicht. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Deze vlog was niet heel spectaculair. Volgend weekend gaat Niels uitlogeren. En dan zijn Sven en ik een lang weekend samen. Dus dat is heel fijn. Dus dan neem ik jullie mee naar de parade. En we gaan naar de bios en uit eten. En het wordt een feest. Dus volgende week wordt iets spectaculairder dan wat jullie nu hebben gezien. Maar ik hoop dat jullie het toch weer leuk vonden om te zien. En nou, tot volgende week. Doei!